Mijn naam is Omer-Jean van der Ginste en ik ben de vierde Omer die deze brouwerij, de brouwerij Omer van der Ginste, leidt. De brouwerij is opgericht door mijn overgrootvader in 1892. Wat betekent dat wij een brouwtraditie hebben van bijna 125 jaar. Mijn overgrootvader start de brouwerij op in 1892 hier in Bellegem. In die tijd bestaan er nog geen merken. Mijn overgrootvader geeft dus gewoon zijn eigen naam aan zijn bieren. De bieren Omer van der Ginste. Als publiciteit plaatst hij glasramen in lood in de gevels van zijn cafés. En wanneer zijn zoon geboren wordt, ja, dan is hij wel verplicht om hem Omer te noemen. En dit is eigenlijk een traditie gebleven in onze familie, nu reeds 5 generaties lang. Wij brouwen ook bieren van spontane gisting. Na het kookproces in de brouwzaal wordt het bier overgepompt naar dit koperen koelschip, hier bovenaan de toren. Het bier wordt van het koelschip overgepompt naar deze eikenhouten tonnen, die voeders genoemd worden. Het bier zal hier gedurende 18 maanden op spontane wijze gaan gisten en rijpen. Dit voederbier is het basisbier voor Van der Ginste oudbruin. Wij brouwen volgens authentieke recepten, op traditionele wijze, maar met toepassing van de modernste technieken.